Ik denk als een ploeg moest winnen dat het Mouscron wel was. Ik denk dat we vergeten de wedstrijd naar ons toe te trekken zijn in de eerste helft. Daar waren we baas in het spel. Lokeren kwam eigenlijk niet aan ons doel. Buiten die bal tegen de paal, maar volgens mij was dat geweldig offside. Maar dan hadden we te weinig bezetting in de 16 meter. En dan zie je gewoon dat daar toch een gebrek aan vertrouwen zit vanuit het verleden. Maar ik vind dat je, als je zo speelt, dan moet je gewoon die wedstrijd naar je toe trekken. Ik denk niet dat we veel hebben weggegeven. Ik dacht dat wij die 3 punten hier wel verdienden, maar uiteindelijk is het toch wel een opsteker als je dus naar de wedstrijd van Standaard. Dat zou je wel je vertrouwen doen verliezen, want die speelde erg goed en die hebben dat tegen Genk ook bewezen, dacht ik.